Malden loopt zaterdagavond uit voor het Pleinfeest. Nadat het vorig jaar niet door kon gaan, is een nieuwe organisatie dit jaar aan de slag gegaan om ervoor te zorgen dat de editie 2018 wel kan plaatsvinden. Vanaf 8 uur treden onder meer artiesten als de Snollebollekes op het plein. De nieuwe organisatie gaat zich ook bezighouden met een schaatsevenement in de kerstvakantie en de intocht in Malden tijdens de Vierdaagse.